Zo, het geluid doet het. Iedereen klaar voor opname? Ja. Top. Dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Wat is de oorzaak van een overstroming? Een overstroming kan op meerdere manieren gebeuren. Als de dijken breken, zoals bijvoorbeeld in 1953 bij de watersnoodramp, dan heb je echt een hele grote overstroming. Maar het kan ook zijn dat de dijken van de rivieren breken. En dat gebeurt heel af en toe als er heel veel water door de rivieren richting Nederland stroomt. Er valt dan heel veel regen in Duitsland of er is heel veel sneeuw aan het smelten in de Alpen. En dat moet dan allemaal via de rivieren door Nederland naar zee vervoerd worden. En als er dan heel veel water staat en de dijken breken, heb je een overstroming. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het in de zomer een keer heel hard regent en dat alle straten onder water komen te staan. En dan heb je bij jou in de buurt een overstroming. Wat was de meest foute voorspelling van u? Mijn meest foute weersverwachting ooit, die heb ik al heel lang geleden gemaakt. Toen was ik nog hobbymatig met het weer bezig, zat ik nog op de middelbare school. En toen belde de lokale radio naar mij om te vragen wat het weer zou gaan worden. En ik gaf aan dat het die dag een mooie dag zou worden, het zou droog blijven. Maar op het moment dat ik klaar was met mijn radioweerpraatje, begon het, jawel, te regenen. En we zijn gestopt. Yes. Nou, ging hartstikke goed. Zeker, alsjeblieft. Heeft jouw klas ook vragen voor de weermannen van Weerplaza? Laat het dan vooral even weten in een reactie onder deze video. En mis geen enkele video door je te abonneren via deze knop.